betwijfel of je het in je achteruitkijkspiegel zult kunnen zien, maar dit is de nieuwe Renault Clio. De vijfde generatie alweer. En zijn voorganger heeft het uitstekend gedaan in de verkoopstatistieken. Logisch dus dat de Fransen niet te veel van die auto hebben willen afwijken. Maar ja, dat model was bepaald niet foutloos. En de vraag luidt nu, wat schiet je daar als consument mee op? De voortekenen zijn gunstig. Zo neemt de inhoud van de kofferbak toe tot 391 liter, waarmee de Renault beschikt over een van de grootste laadruimtes in zijn klasse. De Clio is leverbaar met een dubbele bagagebodem, zodat na het neerklappen van de achterbank een vlakke laadvloer ontstaat. Je kunt erover twisten of de knop van de achterklep op een handige plek zit. Die vind je namelijk niet op de vijfde deur zelf, maar bovenaan de bumper. Het is in ieder geval jammer dat je spullen meer bewegingsvrijheid hebben dan de passagiers op de achterbank. Mijn ouders hebben vroeger twee Clio's gehad. Een rode van het eerste uur en een paarse van net na de facelift van die eerste generatie. Daar heb ik pak een beet tussen mijn 12e en mijn 15e probleemloos in achterin gezeten. Maar nu vraag ik me toch echt af of je nog een hedendaagse puber op de achterbank kwijt kunt. En dan vermarkten ze deze Clio nog wel als een compacte gezinsauto. Je mag er dan niet riant bij zitten, aan boord van de nieuwe Clio ontbreekt het je aan niets. De Fransen hebben naar eigen zeggen veel tijd en moeite gestoken in het interieur, dat bij het vorige model nog de nodige kritiek te verstouwen kreeg. Ditmaal geen losse stiknaden en lelijke bouwmaterialen, maar zachte kunststoffen. Voorin althans, want de achterpassagiers hebben nog steeds van doen met harde plastics. Het dashboard van de Clio zou niet meer staan in een duurdere Renault. De klokkenwinkel is deels digitaal en jouw mobieltje kun je opladen zonder dat er een snoer aan te pas komt. Net als de meeste moderne Renaults beschikt ook de nieuwe Clio voortaan over een verticaal infotainmentscherm. Het is een beetje een gimmick geworden van het Franse merk. Het is niet helemaal onomstreden die techniek, maar bij de Clio hebben ze een aantal aanpassingen doorgevoerd. Sowieso is het een stuk groter dan we van andere Renaults kennen en het werkt ook een stuk sneller. Bovendien zitten niet alle functies meer verborgen in de menustructuur. Ik heb bijvoorbeeld een snelkoppeling naar het geluid en ik kan ook heel eenvoudig van audiobron wisselen. De vorige Clio oogde niet alleen heel sportief, zo reed de auto ook. En voor een Franse wagen was hij misschien zelfs een tikkeltje te stug. Reden voor de ingenieurs om bij de ontwikkeling van deze vijfde generatie nog eens goed na te denken over de juiste mix tussen dynamiek en comfort. En daarbij werden ze geholpen door een compleet nieuw onderstel. Nou, het werpt zijn vruchten af, want deze Clio is ook een hele fijne auto om juist rustig mee te rijden. Eigenlijk voel je hem alleen nog een beetje dribbelen op korte oneffenheden. De auto is bovendien een stuk stiller geworden, mede geholpen door zaken als een dubbele afdichting van ramen en deuren. En ja, je kan je vraagtekens erbij stellen, een speciaal geprepareerde voorruit die het windgeruis buiten zou moeten houden. Maar als je iets hoort onderweg in deze Renault, dan is het juist de wind. Een belangrijke aanmerking op de uitgaande Clio was de beperkte aanvullende veiligheidsuitrusting. Het nieuwste model kan gelukkig worden uitgerust met de meeste moderne rijhulpsystemen. De krachtigste benzineversie is zelfs in staat om autonoom file te rijden, mits de Renault is voorzien van een automatische versnellingsbak. Verkeersbordherkenning en een noodstopsysteem met voetgangers- en fietsersherkenning behoren tot de standaarduitrusting. Voor de overige veiligheidsvoorzieningen moet worden bijbetaald. Ik liet het al eventjes vallen in de video. De Renault Clio staat te boek als een van de sportievelingen uit het B-segment. En dat de Fransen daar trots op zijn blijkt wel uit het feit dat ze de besturing nog directer hebben gemaakt. Op dat vlak dus geen klachten, maar ik ben niet zo blij met de handbak in deze 100 pk sterke testauto. Dat is namelijk een vijfbak, waar zie je dat tegenwoordig nog? En hij schakelt, nou ja, toereikend, maar je ziet niet echt met plezier van verzet te wisselen. Zoals je dat bijvoorbeeld wel doet in een andere sportieve B-segmenter, zoals de Ford Fiesta. Normaal gesproken houden fabrikanten toekomstige motoriseringen nog even onder de pet. Maar het nieuws van een hybride aandrijflijn is voor de Fransen te groot om achterwege te laten. Die versie moet vanaf 2020 in ons land verkrijgbaar zijn en Renault belooft een auto zonder stekker met de regeneratieve eigenschappen van eentje met. Saillant genoeg kiest de concurrentie wel voor batterij-EV's. Opel en Peugeot lanceren in datzelfde jaar een volledig elektrische Corsa en 208.
Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat Renault zich er bij de ontwikkeling van deze nieuwe Clio gemakkelijk vanaf heeft gemaakt. Hij lijkt tenslotte sterk op het uitgaande model. Maar dan doe je de Fransen tekort, want ze hebben niet alleen de pluspunten van de auto weten te behouden, ze hebben ook nog eens geprobeerd alle kritiekpunten op dat vorige model stuk voor stuk beter te pakken. En dat is ze bijna met al die aandachtspunten gelukt. Eigenlijk is alleen de beperkte been- en hoofdruimte op de achterbank nog overgebleven. Vanaf eind juni staat deze te compacte gezinsauto in de Nederlandse showrooms. En daar willen ze er bij Renault minimaal €17.290 voor hebben. Dat is een boel geld, maar bedenk je wel dat je dan meteen beschikt over een 100 pk sterke instapmotor. En voor een krachtbron met dat vermogen moet je bij de concurrentie vaak nog meer betalen. Het moet dus wel heel raar lopen, wil Renault met deze Clio het verkoopsucces van het model niet weten te continueren.